Ja, het lijkt me gewoon bijzonder om die mensen dan te helpen, zodat ze wel weer kunnen communiceren of mee kunnen doen in de maatschappij. Maar... Waar zou je je talent als logopedist het liefst na je studie willen inzetten? En dan werkplek of doelgroep? Ik ben heel erg aan het twijfelen. We zijn nu heel erg met neurologie bezig. En ik zou heel graag in een revalidatiecentrum willen werken. Maar de eerste twee periodes hadden we het over kind. En dat lijkt me ook wel weer superleuk. Dus ik twijfel een beetje of ik meer een eigen praktijk wil beginnen. Of op een school wil werken. Of dat ik echt het revalidatiecentrum wil opzoeken. Het lijkt me ergens wel heel leuk te zijn, om een stemcoach of iets te zijn. Met stem in de periode, de vorige periode, waren we dan vooral bezig met... Hoe we zelf onze stemmen het beste konden gebruiken. En dan leer je wat de beste houding is. Hoe je je adem beter onder controle kan houden. Hoe je je stem goed kan inzetten. Articulatie en dat soort dingen. Zo kan je dan ook helpen om een zanger bijvoorbeeld die elke dag moet optreden. Dat hij het langer vol kan houden. Want als hij elke dag zomaar zingt, dan kan het goed zijn dat hij verkeerd zijn stem gebruikt. En dus op een gegeven moment last ervan krijgt. Maar de neurologische kant, dus in de revalidatie, lijkt me ook wel heel interessant om dan oudere mensen weer te helpen. Om iets terug te krijgen wat ze kwijt zijn, zeg maar. Bij mij is het tot nu toe richting de neurologie kant op. Mij ook heel erg. Van alles wat we nu hebben gehad, vond ik dat het leukst en trok het me het meest aan. Ook wel gewoon het feit dat die mensen eerst in eerste instantie wel gewoon fatsoenlijk konden praten en communiceren. En dat dan bijvoorbeeld door een CVA bijvoorbeeld helemaal weg is en dat ze dan alles weer opnieuw moeten. Ik vind het gewoon heel, heel interessant. Ja, het lijkt me gewoon bijzonder om die mensen dan te helpen. Zodat ze wel weer kunnen communiceren of mee kunnen doen in de maatschappij, zeg maar. Ja, en je kan natuurlijk ook helpen bij mensen die veel voor hun beroep moeten praten. Zoals mensen in de politiek of leraren of publieke personen. Als zij last hebben van hun stem na een lange dag werk, dat je ze daarmee helpt. En ervoor zorgt dat zij hun werk weer kunnen doen. Ja.